Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De eerste dag van de meteorologische lente begint met zeer lage temperaturen. Het is min 7 graden geweest op de Veluwe en aan de grond zelfs min 11 graden. Vanochtend dus ook nog lage temperaturen rond het vriespunt in het midden, iets onder nul in het oosten van het land. We zien de bewolking al toenemen, maar als je richting het oosten kijkt, zie je ook nog de zon schijnen. Aan het einde van de ochtend de eerste neerslag in het westen. Vanmiddag breidt zich dat dan over het hele land uit. En dan kan er in het binnenland ook natte sneeuw vallen. Misschien wordt het glad in het oosten en noordoosten. Uiteindelijk wint de zachte lucht vanavond het terrein, gaat de natte sneeuw weg en gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 3 tot 6, lokaal misschien zelfs 7 of 8 graden. Morgen. Anderweer. weer. Temperaturen rond de 6 à 7 graden. Maar tijdens felle buien daalt het kwik naar 2 graden. Er kan natte sneeuw vallen. Er kan hagel vallen. En het kan ook onweren. Af en toe daarbij een stevige wind. Dus een, een wisselvallige, soms gure dag. Donderdag, vrijdag en zaterdag houden we temperaturen rond de 6 graden. smiddags, maar je ziet het aan de weersymbolen. De atmosfeer blijft koud. Dus een winterse neerslag blijft mogelijk. In de nachten liggen de temperaturen rond het vriespunt. En kan het glad zijn. Ik ben Michiel Severin.